het hele parkeerterrein af. Het is weer Donnie Donderdag! We gaan even weer oldschool scoopen in de Maserati, jongens. Ja, we gaan lekker scoopen. We hebben hier alles maken. 9000 scoops voor iedereen! Ga voor goud! Hoor, dat zit je eens even, zeg. Wat een heerlijk setje, zeg. Lord Buffel in de back. We zoeken even een grimmig parkeerplekje. Om die scoops te nemen. Waar niemand last van ons heeft, hè? Of de rugbyclub. Gaat dit lukken? Gaat dit lukken? En wat is het toch een lekker weer op die Donnie Donderdag. Altijd mooi weer. Hey Donnie, wat gaan we eigenlijk doen met de ADE? Ja, hè? Is het weer verknipt? Is er in? Kijk die Buffel ook even lekker achterin zitten. Heb je een nieuwe uitlaat erin? Ja, er zit een nieuwe van Maserati, zo'n sportuitlaat zit erin. Lekker man. Lekker man. Ja, ADE, zeg het maar jongens. Het luidt hem niet. Hey, Whistler, wat ben je aan het doen eigenlijk, hé? Uitbraken. Uitbraken? Ja, wat sta je hier te doen, hé? Heb je scoop nodig? Heb je scoopie nodig? Ja, kom maar. Kom maar even een scoopie dan, hoor. Uitbraken. Whistler, dat doen wij niet aan, hoor. We kunnen wel wat. Doe niet alles goed? Lekker, man, met jou? Ja, nee. Niet dus? Nee. Godverdomme. Nou, die hebben wel eentje nodig. Wacht even, Joel, kom naar buiten. Ik gooi hem erin, ja? Ja. Oké, komt-ie. Heb je water? Oh, kun jij de lul? Dat is erin. Nee, ja. Ja, ja. Dichterbij, jongen. Ja, zo, ja. Komt ie. 1, 2. Hoppakee. Water. Ja, we hebben water. Hij is echt helemaal naar de ratten. Godsamme, jongens. Maar wij helpen elkaar. De groeimaten helpen elkaar. Ja. Met deze tijden van de nood. Train niet meer. Kijk, geloof het of niet, maar Jeroen en ik hebben samen gerugbied. Lekker, hè? Ja, dat maakt lekker schoon. Ja, van hem krijg ik helemaal trek in een scoop. Ja, dus gaan we ook even meenemen. Hey, jij zat toch in dingen? Expeditie? Ja! Ja, man. Kijk je net. Godverdomme. Hey, en een nieuw programma. Even geen cent te even maken. Even geen cent te maken. Nee, ik heb ook geen cent te maken. Oké, okay, jongens. Jongens, we gaan even scoopen. We gaan even scoopen. Ik ben een zzp'er, hè? Ja, zelfstandige zonder poen. Hey! Hey. Ja. Oh, hij klapt er zo alleen op. Nu moeten we open draaien, komt ie. Oh! Holy shit! Hij klapt er nou weer even lekker in, hè! Dat is goed, hoor. Mijn vriend is goed, hoor. Deze had je een scoop. Ik heb er één voor. Woe! Ja, jongens, proost. Ja, ik heb geen scoop. Hij heeft hem al op ook, hè? Ik heb de geliefde blueberry, hè? Old school blueberry. En ik heb hier de frambozen, we hadden hier een andere smaak. Hoppalee. Oh! Oh! Ik ruik pure winst! Oké, doordraaien. Het is weer... Donnie Donderdag! Donderdag! Lekker hoor! Goed! Oh my god! Donnie Donderdag! Donnie Donderdag! Scoopen! Dit is wel een ultra scoop hoor. Een ultra scoop. Shot scoop. Donnie Donderdag! We nemen even een lekker scoopje. Oh my god. Gaan we vandaag trainen?
Gaan we vandaag trainen? Ja, daar moeten we het even over hebben. Ja. Wat gaan we vandaag trainen? Wat gaan we niet trainen? Donny Donderdag, hé. Wat heb jij gedaan de laatste tijd? Ja, ik ben heel druk geweest, jongens. Ik ben er de tijd niet bij geweest. Ik heb veel programma's gedaan. Temptation Island, Robinson. Even geen cent te makken. Ik ben verhuisd. Dus ik had niet meer zoveel tijd. Je hebt een leuk plekje, hè? Ja. Ja, ik woon Amsterdam Noord woon ik nu. Ja. En dat is allemaal nu af. En ik heb nu weer even tijd. Dus ook weer tijd op de donderdag. Hé, maar wat waren wij trots op Donnie. Ja. Op Donnie donderdag ook nog, hè? Is echt, dus ik, als het je wordt op... ook allemaal uitgezonden op donderdag, behalve dan geen cent te maken. Ik heb gezegd, ik doe mee, alleen als het allemaal op donderdag wordt uitgezonden. Het is ook niet normaal, hè? Als je Donnie, als je 2018 intypt op Wikipedia, komt er gewoon uit Donnie Rolfink. Dat is gewoon zijn jaar. Nee, maar we gaan voor goud, jongens. Besef even, Donnie is pas 20 jaar, hè? En hij wordt 21, over 2,5 maand. Ja, ongeveer december. Dus het is weer tijd om te feesten. We hebben iets leuks bedacht, Joël en ik. Ik ga op mijn kanaal, maar samen met Joël / Clean Nutrition gaan wij vanaf 1 oktober gaan we weer een nieuwe challenge, speciaal voor mij dan. Ga ik een nieuwe challenge aan. Ik ga, als ik 21 ben, wil ik op mijn scherp, zeg maar, zijn. Ja. Dat is op 17 december. 1 oktober ga ik beginnen, dus heb ik ongeveer 2,5 maand. Maar dat gaan we elke week een stukje filmen, wat uitleg erbij geven. Eigenlijk een soort mini-doku gaan we doen. En dat gaan we, ja, dat gaan we samen doen. Dus gaan we een hele vette video over maken. Dus daar gaan we jullie nog steeds over. Dus ga naar Donnie's kanaal om alles bij te houden. Dat gaan we binnenkort doen. Wat ga je precies posten? Want ga je wekelijks iets posten of ga je echt aan het einde van de rit alles posten? Nou, uiteindelijk wordt het echt een volle video. Die zal ik op mijn verjaardag posten. Dat is dan ongeveer 2,5 maand aan werk. Ja. Maar ik zal ook wel elke week ook wel mijn story steeds bijhouden. Ja, dus dat ik ermee bezig ben op natuurlijk. Op Instagram kunnen we alles vinden gewoon. Op Instagram, op de story kan je alles bijhouden. Maar 17 december komt de transformatievideo. Garandeerd 100% goud. En als Donnie donderdag dat zegt, dan gebeurt het ook. Hè? Gaat het ook echt gebeuren. Ja, dat, herinneren jullie nog de januari challenge? Swipen we er even doorheen. Komt er zo dat, nu in beeld. Maar dan met meer massa, meer van alles net even wat meer. Ja, gewoon dus, even een buffelschema. Eén ding is wel, je hebt wel even lekker kunnen bulken. Ja, dat wel. Toen ik van Robinson terugkwam, ben ik natuurlijk veel kilo's afgevallen. Ik kan niet precies zeggen hoeveel natuurlijk, maar ik ben toen best wel wat afgevallen. En dan zou je dus gaan denken van, nou, dan kan je dat mooi aanhouden en dan kan je juist op je eten gaan letten. Maar dan ga je juist vet veel eten, waardoor ik heel veel ben aangekomen weer. Ook niet zoveel tijd had om te trainen, omdat ik natuurlijk aan het verhuizen was en veel programma's aan het doen was. Maar vanaf 1 oktober ga ik jullie weer trots maken. En 17 december zal de video droppen. En dan gaan we met z'n allen voor goud! Voor goud! Voor goud! We breken het hele parkeerterrein af. Alleen op Donnie donderdag kom je rest uit. En ga die auto in en breekt die hele parkeerplaats af. Wij gaan voor goud, hè, niets minder. Oefeningen. Dat is lekker zeker.
Ja, groeimaten, we zijn hier bij de shoulder press. We hebben hier 60 kilootjes erop liggen. En jullie weten het, hè. 60 kilo staat gelijk aan een chick. De licht, de lucht. De lucht intillen. In de kroeg. Ja, de kleine cooldown hebben we echt gedaan. En Woeter en ik hebben dit echt gedaan. We hebben echt chicks de lucht ingetild. Nou, bij de kleine cooldown zijn er ook wel eens chicks erbij die iets zwaarder wegen dan 60 kilo. Ja, als je ook echt je kop eraf zuipt daar, hoor, dan gaat het niet helemaal goed. Maar goed, lang verhaal kort. We gaan even lekker die schijven door. Ja, kijk! Kijk deze mannen! Hoppakee! En Buffel heeft wel een paar zware chicks in de lucht moeten tillen hoor, in zijn leven. Hoi joe! Ja, maar dat ik van mezelf elke keer de trap op. Ja, ja dat, die was goed. Oké. Donny, we pakken voor jou 50 kilo, ja? Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Dit is niet normaal. Overal kleine plekjes. Overal kleine plekjes. Helemaal gezandstraald. Dus gelukkig zit die rap erop. Kan die Donnie? Ja. Hier gaat Donnie 50 kilo shoulder press. Hij ramt die schijven door het dak heen. En ze zou met de spielerij aan zo. Kom op, Donnie Donderdag! Donnie Donderdag! Heerlijk dit! Goed zo! Rammen! Door het dak heen! Kom! Kom! Ja! Lekker hoor, hé! Ja, die was goed. Donnie is weer back hoor! Yes! Dat is wel 70 kilo.
sexy zware reps. Ja, goeie maat, we gaan nu over op de side race. Kijk eventjes naar die delts van Donny Hoefinger. Boom. En op de achtergrond zie je Lord Buffel de reverse fly doen in een superset. De rear delt. Boom. Op een bankje. Kijk die Buffel ook eens even gaan, hè. Dan wordt hij gewerkt hoor, op de Donny Donderdag. Wat had je anders verwacht? Kom maar Donny, ga door! Boom. Lord Buffel weer op de achtergrond. Even die achterkant van die schouders pakken. We hebben het hele spulletje gehad. Kijk. Hoppakee. En Buffel doet hier gewoon die side race weer. Ben ik hè, Buffel? Ja. Mooi, ik heb allerlei spullen. Nou, Sony, boxen. Ah. Oh. Een mooie scooppad. Ja, een mooie scooppad en een beukenschaalpad. Het is iemand van Rob. Gans keil. Het is gans keil, hè. Ja, mooi jongen. Ik heb nu een beetje zweet hoofd. Ja. Dat ze niet vies maken. Nee, nee, zonder. Ik heb nog wel wat BCA erin liggen ook, dat heb ik wel nodig. Ik heb alleen creatine. Oh. BCA hebben we binnen, denk ik. Okay. Gaan we even kijken. Zullen we even kijken binnen? Let's go. We gaan weer verder. Wow, wat is deze? Wat is dit hier? Ja, dit is de bubbel op. Wat is dit, hé? Kijk deze. Wow.
Wow, ja. Wow! Hij schijnt wel weer lekker, hè? Donny Donderdag, wat fijn, hè? Dan weet je gewoon dat je goed het weekend ingaat met een Donny Donderdag. En dat het bijna weekend is. En dat het bijna weekend is. Ik krijg allemaal cadeautjes hier op donderdag. Wat is dat nou? Bekers? Ja, die hoekelig. Een beetje aan poedervorm hebben we hier niet, denk ik. Nee, we hebben wel de pillen. Zo goed. Pillen. Ik moet pillen. Ik heb mijn pillen. Oké. Okay. Pillen moet ik hebben. Pillen. De training verdienen we hem wel, of niet, Sam? Of niet Lord Buffel? Ja, en de hazelnoot, echt mijn favoriet. Oh, en dan pakken we even voor Buffel, pakken we een Buffelscoop. Een Buffelscoop, hoor. Dit is een Buffelscoop, hoor. Die zijn het lekkers. Kijk, die Donnie even lekker losgaan hier, hoor. Oh. We verdienen hem wel, hoor, jongens. Hoppakee. Het is een tijd geleden geweest, dus we nemen ook even anderhalve scoop. Ja, daar kan we wel bij, hoor. Iedereen nog. Gewoon omdat het lekker is, toch? Ja, het is ook niet. Buffel wel ook nog wel. Oh ja? Ja, tuurlijk, gewoon, hè. Ze zien me voor Rook League. Ja, is ik heb hier de deksel. Oh. Ja, en jij hebt je eigen. Die is voor jullie? Ja, nee, pak jij maar. Geef mij dit maar. Hey, het was wel weer een Donny Donderdag, hè? Ja, zeker. Het was wel weer even wennen, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk een tijdje ook niet getraind, dus alles. Hey, ik vond het meevallen, hoor. Nou ja, ja, dat is... Protein. Protein. Wel kracht gewoon nog steeds. Protein. Ja, het ziet er misschien zo uit, maar het voelt niet zoals vanouds. Maar dan gaan we... Vanaf 1 oktober weer verandering inbrengen. Ja. Protein. Dat is wel echt lekker. Protein. Kijk die buffel zich even aftrekken, joh. Hey!